Moet je toch eens even kijken. Zo vol heeft onze showroom sinds de verbouwing is afgerond hier in ons nieuwe pand in Terwolde nog niet gestaan. En dat komt omdat we ons de afgelopen week tot het gaatje hebben ingezet om maar liefst 6 hele vette 6-cilinder BMW's voor je klaar te maken. En ik poop natuurlijk om je die te laten zien in uw binnenvlog nummer 31. Hier gaan we. Naar aanleiding van onze ervaring in de afgelopen jaren zouden wij zeggen dat van de eerste generatie Z4, door BMW intern E85 gedoopt, de versie met handgeschakelde versnellingsbak het meest populair is. Maar wat blijkt in de achterliggende periode? Een heel aantal klanten kwam kijken bij onze hele mooie handgeschakelde 3 liter in zwart-zwart en vroeg: goh, hebben jullie zoiets niet een keer met een automatische transmissie? Nou, voor die mensen hebben we deze week bijzonder goed nieuws. Want kijk eens even hier. Een 3 liter met automaat. En die zet ik graag even buiten voor je. Want het zonnetje schijnt nu eventjes. Zodat je deze hele mooie vroege Z4 3 liter wat beter kan laten zien. En ik weet niet of je dit al eens had gezien, maar zo niet heb ik hier een dikke vette tip. Op de latere E89 serie kun je in geval van een correct gecodeerde auto het dak openen door de open knop van de afstandsbediening ingedrukt te houden. Maar wil je dat bij een E85 doen, dan heb je geen zin om in te stappen en moeilijk te doen met die knopjes. Kan het ook gewoon door de sleutel in het portier omgedraaid houden. En zo met het linnenkapje geopend zie je ook direct wat deze Z4 zo aantrekkelijk maakt. Sterling Grau Metallic, de stijl 103, 17 inch lichtmetalen wielen en zwart leren bekleding. Dit is de archetypische E85. Precies zoals we ten tijde van de introductie in het foldertje stonden en op de diverse uitingen van bijvoorbeeld BMW Nederland op de billboards langs de snelweg. Kijk, hoe kun je dromen van iets waar je niet van kunt slapen? De BMW Z4. Bijna 20 jaar geleden inmiddels alweer en toen was ik gek van zo'n auto. En nog steeds als ik hem in deze configuratie zie, doet het me wat. Vanaf maart 2003 voerde BMW Nederland campagne voor die nieuwe Z4. En niet veel later werd dit exemplaar verkocht, want die werd al op 7 mei 2003 ten naam gesteld voor de eerste eigenaar, meneer Erwin Seitz, geboren in 1963 en woonachtig in een plaatsje in het uiterste zuiden van Duitsland, Kaufburen, ergens in Beieren. En zoals je wel vaker ziet bij liefhebbers van de wat meer bijzondere auto's in Duitsland, reed ook deze meneer met een voorkeurskenteken, de letter Q. Geen idee waarom. En daarna 4x4, nou die laat zich natuurlijk wel raden. Voor de onderhoudswerkzaamheden bezocht die meneer Seitz trouw de BMW dealer. En in 2010 verkocht hij de auto met nog steeds maar een hele lage kilometerstand aan de tweede en meteen ook laatste particuliere eigenaar. Die de teller tot nu toe in totaal op 103.000 zette. En voor al het onderhoud uitermate nauwgezet en trouw steeds één en dezelfde lokale specialist bezocht. Dat dit de 3 liter topversie met de 231 pk versie van de Maria 54 motor is, herken je natuurlijk aan die grijze lamellen in de nieren en de zilvergrijze bril rondom de xenonkoplampen. En naast die 3 liter topmotorisering en de optionele en dus blijkbaar toch wel gezochte automatische transmissie, werd ook verder een heel mooi complete auto uitgezocht met onder andere de elektrisch inklapbare spiegels, de op de eerste bouwjaren van de E85 heel zeldzame affabriek cruise control, elektrische stoelverstelling met memory en nog wat kleinigheden, waaronder het hi-fi luidsprekersysteem. Echt super mooi hoe in dat Sterling Grau de sculpturale vormgeving van die Z4 door het spel van licht en schaduw optimaal tot z'n recht komt. En met die moddervette 3 liter onder de motorkap kom je ook met de automatische transmissie op het gebied van prestaties natuurlijk echt helemaal niks tekort. En dan blijven we nog even bij Z4's, foldertjes en introductiekleuren. Want in 2009 presenteerde BMW met deze campagne de tweede generatie Z4, de E89. An Expression of Joy heette die campagne officieel. En daarin lieten ze in een filmpje zo'n E89 Z4 over een enorm doek door allerlei gekleurde verf heen driften. En al die bandensporen moesten uiting geven aan het rijpe zien wat je dan beleeft als je in zo'n E89, zijn tweede generatie Z4 ging rijden. Maar veel relevanter voor het verhaal wat ik je vandaag wil vertellen is wat er vervolgens in die folder te zien is. Want daar zie je die nieuwe Z4 in het tiefzeeblauw metallic en voorzien van het design pure white interieur met dat elfenbeinkleurige nappa. Dus mij vraagt nog steeds een van de allermooiste kleurcombinaties voor deze Z4 en zeker in die eerste bouwjaren op de E89 heel veel verkocht. Maar daar houden de parallellen met die grijze Z4 die ik je net heb laten zien wel op. Want we hebben deze week een heel bijzondere Z4 aan onze collectie toe kunnen voegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De
zevende Z4 in onze collectie voor elke dag van de week heen. Zoals deze bijvoorbeeld, die we in Duitsland inkochten van de eerste eigenaresse in Havana. Over datzelfde design Pure White interieur, een 23i. Dus met de atmosferische 2,5 liter. En deze hier, hele fijne facelift uit 2015. De 35i DCT met M-sportpakket en 19-inch wielen. De E89 Z4 is een meest manische uiting. Maar deze hier, dit is helemaal een bijzonder exemplaar. In die introductiekleurcombinatie, tiefzeeblauw, over het design Pure White interieur. Maar het is beslist niet een van de eerste. Ik ben de eerste om toe te geven dat ik sowieso gek ben op blauw en helemaal op blauwe BMW's. Maar over deze specifieke Z4 is nog meer bijzonders te vertellen. Onder de motorkap van deze auto ligt namelijk nog de N52. Die hele fijne laatste atmosferische zescilinder die BMW überhaupt in de Z4 geleverd heeft. Dat is heel bijzonder, want dit exemplaar dateert uit april 2012. En toen was BMW in werkelijkheid natuurlijk al bijna een jaar gestopt met het maken van de Z4. Met die super fijne atmosferische zescilinder onder de motorkap. Dus ook deze auto is bijna een jaar eerder geproduceerd en is dus een voorraadauto bij een Duitse BMW dealer geweest. Die deden die ongeblazen 6 in lijn dus op passende wijze uitgeleiden door nog een keer een auto te bestellen in de kleuren uit de folder, maar dan wel met een hele speciale twist. Want ze kozen ook voor optie 337, oftewel het affabriek en sportpakket. En die combinatie heb ik nog maar één keer eerder gezien. En dat was toen wij precies dit exemplaar een jaar geleden na import in Nederland door ons aan de tweede eigenaresse mochten leveren. Toen met nog maar 44.000 kilometer op de teller. En nu nog steeds met nog geen 50.000 kilometer gereden. Een ongehoord maagdelijke kilometerstand die op een BMW met atmosferische 6 in lijn zo langzamerhand echt lastig te vinden wordt. En alle folderverhalen en Z4's dan maar even daar gelaten. Kijk eens wat wij in onze lobby hebben. Jawel, onze nieuwe pui met nieuwe schuifdeuren is ook geïnstalleerd. Luc maakt ondertussen foto's en wij zien dat nu ook de entree in lijn is met de strakke uitstraling van de showroom. Nu kun je zien dat ook dit deel erbij hoort, want er waren echt mensen die dachten dat in dit deel van het pand een ander bedrijf gevestigd was. En onze vrienden van Wiltjes hebben er een mooie mat in gemaakt. We zijn bijna klaar. Neem ik je nog even mee terug richting de werkplaats. Rij ik er gewoon nog even twee voor je naar buiten. Om te beginnen deze bad boy hier. Voorzien van de optionele keyless entry. Waar bij het starten het deurtje open verplicht is. Want luister maar eens eventjes. Wat de eerste en enige particuliere eigenaar van deze BMW heeft laten installeren. Jawel, jongens en meisjes, is dat niet even genieten? Een heuse Akrapovic einddemper op deze dikke 3-serie. Die als AG-auto in Duitsland nieuw in gebruik genomen werd. Maar zoals toen gebruikelijk, na korte tijd werd geëxporteerd in dit geval naar België. En daar één particuliere eigenaar kende. En die liefhebber wilde nog net wat extra horen van de super fijne motor onder de motorkap van dit exemplaar. Namelijk de N55, de verbeterde tweede generatie 6-cilinder turbomotor met ruim 300 pk. Bij fans sowieso al vermaard vanwege zijn lekkere, ruige, koude startgeluid. En dat wordt natuurlijk door die achteraf gemonteerde uitlaat nog wat extra uitvergroot. En die motor en die Akrapovic vinden we dan in deze. Een 335 Cabrio facelift voorzien van M Sportpakket. En van een van onze trouwe kijkers kregen we de opmerking dat het altijd leuk is om te laten zien hoe de kap open gaat van zo'n auto. Dus ook in dit geval laat ik je dat graag zien. Maar daarvoor hoef ik bij deze auto niet met mijn sleuteltje in het portier. Maar kan ik gewoon op de openknop van de afstandsbediening blijven drukken. En van een afstandje dat prachtige schouwspel laten zien. Waarbij de cabrioletkap van die E93 3-serie Cabrio in drie delen dubbel gaat. En onder de afdekplaat in de kofferbak verdwijnt. En het knappe van deze hardtop cabrio is dat BMW er toch in geslaagd is om ervoor te zorgen dat ook met het dak geopend de proporties kloppen. Je hebt die hele mooie, slanke, typerende BMW cabrioletlijn zo over de heup van de auto. De kleurcombinatie is voor een auto met deze aandrijflijn en die M Sport uitvoering bijna opvallend ingetogen te noemen. Space Grau Metallic over dat prachtige Sato Brown leren interieur, waarbij ik de combinatie met die hele mooie hout interieur sierlijsten met de Nerf in de lengterichting juist heel goed gekozen vindt. En zoals je eigenlijk wel als vanzelfsprekend veronderstelt bij zo'n auto die door BMW AG zelf is geconfigureerd, zijn ook op deze 335 Cabrio M Sport weer praktisch alle destijds leverbare opties geselecteerd. Dus daarom sta ik graag nog even extra stil bij wat zich hier bevindt. Onder dat mooie, stoere, futuristische versnellingspookje vind je namelijk in de coupé
en cabrio in Europa. Niet meer de conventionele automaat uit eerdere bouwjaren, maar uitsluitend de 7-versnellings DCT. En dat maakt dat de aandrijflijn in deze auto een heel bijzondere en zeldzame combinatie is. De verbeterde N55 6-cilinder en die 7-versnellings DCT vind je verder eigenlijk alleen maar in bijvoorbeeld de M2. En ik vind het prettig dat er gekozen is voor die gesatineerd aluminium raamlijst, wat zorgt voor een prettig contrast met die donkergrijze lak. En mooi matcht met een beetje het blackchrome-achtig effect op die originele stijl 193M's. Dus natuurlijk hebben wij dat gecompleteerd met de zilveren versie van ons logootje. En dan laat ik je tot slot graag nog even zien dat de vorige eigenaar zo attent was om die Akrapovic uitlaten van een passende omlijsting te voorzien in de vorm van een kleine performance diffuser. En zo, met de neusjes tegen elkaar aan, neem ik je gelijk mee naar de volgende. En ook dit is een auto die we al eerder in de collectie hadden mochten verkopen aan een liefhebber hier uit de regio. En die had nu weer een ander snoepje in onze collectie gezien. Dus deze hebben we terug ingeruild en ook dit is een speciaaltje. Een 5-serie E60 voorzien van M-Sport pakket in carbon zwart metallic. Daarmee kun je natuurlijk eigenlijk sowieso al nooit mis. Maar deze heeft dan ook nog eens wat velen de fijnste motor in dit model vinden. De N52 3 liter. Het is dus de 530i met zo'n 260 pk. En wat een moddervette motor is dat. De N52 is natuurlijk alweer de tweede motorgeneratie die in de E60 werd geleverd. En hoewel die ook nog kortstondig is geproduceerd met het draaisleuteltje, de ouderwetse Diamond Key, zijn de meeste zoals deze van de model 2006 versie. Dus met de stop-startknop en het leertje hier bovenop de high-drive controller. En wanneer ik dan de motor start en de pook van de automaat in reverse zet, voel ik nog iets anders heel bijzonders. En dat is dat deze auto is voorzien van optie 217 Active Front Steering, de snelheidsafhankelijke stuurwieloverbrenging. En dat zorgt ervoor dat deze auto bij lage snelheden uitzonderlijk direct en compact aanvoelt. Zonder dat hij daarvoor bij hoge snelheden heel nerveus en vervelend wordt. Bij introductie moesten de fans en de pers wel even wennen aan het baanbrekende design van die E60 generatie 5 serie. En ik kan me nog goed herinneren dat Jeremy Clarkson niet bepaald heel enthousiast was over het ontwerp, maar wel over de rij-eigenschappen. En 15 jaar later staan die rij-eigenschappen natuurlijk nog steeds overeind als een huis. Maar moet ik zeggen dat ook die vormgeving zich heel erg bewezen heeft. Het knappe van dit soort ontwerpen van BMW is dat het hele straatbeeld met het ontwerp mee verandert. Waardoor datgene wat toen ongelooflijk futuristisch en vooruitstrevend leek, nu juist heel kloppend en correct op je overkomt. Een kloeke sedan in foutloos carbon zwart metallic met de 135M's. En natuurlijk een zwart interieur. Wat kan een mens zich nog meer wensen? Nou, in het geval van deze auto is dat naast een aantal bijzondere opties, zoals eerder genoemde active steering en bijvoorbeeld de head-up display, de conditie van deze auto met inmiddels 153.000 kilometer gereden. Want waar je ook kijkt, de matheid en de versheid straalt je in elk aspect tegemoet. Elk knopje wat je aanraakt, nog lekker knakkig. Zo wil je hem. En de volgende laat ik je gewoon even zien terwijl hij nog bij Danny op de brug staat. Want de velgen hebben we bij Wheelfix laten herstellen. Dus die gaan we er nu nog even terug onder zetten. Maar in de tussentijd kan ik hem je snel even laten zien op de brug hier. Een origineel Nederlands geleverde, want 325i Touring Carbon Sport Edition. Om de E90, E91 3-serie sedan en Touring uitgeleide te doen, stuurde BMW Nederland een persbericht de wereld in waarin ze aankondigden 150 stuks fijne 6-cilinder benzines als 325i, 330i of 335i te gaan leveren tegen een aangepaste actieprijs van nog geen 50.000 euro voor een sedan voorzien van het M-Sportpakket naar keuze in de kleur Azurit zwart of, zoals op dit exemplaar, Saphir zwart metallic met onder andere leren bekleding en een aantal heel populaire opties waaronder xenonverlichting en navigatie professional. De verdere configuratie liet ze in belangrijke mate aan de bestellende dealer of de kandidaatkoper over. En zo zitten er altijd kleine verschillen in de exacte configuratie van al die Carbon Sport Editions. Zo vind je in dit exemplaar de Sato Brown leren bekleding. Je ziet ze vaak zonder lichtsensor, maar deze heeft hem wel. Net als het grote glazen panoramendak, altijd de Harman Kardon Audio en die mooie nieuw type schakelflippers die we eigenlijk kennen van de modellen met de DCT-versnellingsbak. Grappig detail aan deze door liefhebbers uitermate zorgvuldig bereden en onderhouden auto is verder nog dat ik in 2018 alles bezig ben geweest om exact dit exemplaar met toen net een ton gereden in te kopen. Toen is het me niet gelukt, maar nu kon ik in de herkansing en zie hier vanaf nu in Terwolde te bezichtigen deze heerlijke 325 Touring Carbon Sport Edition met afneembare trekhaak en 147.000 kilometer op de teller. En de laatste die ik je wil laten zien, die hebben we maar even binnengezet. Want het begint hier inmiddels wat te spetteren. Code geel in grote delen van Nederland deze middag. Code rood hier voor ons fotowandje
in de werkplaats Melbourne, om heel precies te zijn, op deze 335 GT in de Sportline uitvoering. Nu vinden wij die 3-serie GT sowieso een geniaal concept. Het rijplezier, het stuurgevoel van een 3-serie, maar dan met een grotere wielbasis en een wat grotere wielomtrek voor meer comfort en meer binnenruimte. En natuurlijk weer de twee dikke stortkokers van uitlaten vanwege de geselecteerde 35i 6-cilinder benzine. Topmotorisering hier aangevuld met de optionele X-Drive 4-wielaandrijving. En dat is fijn, want die 4-wielaandrijving zorgt niet alleen voor een verhoging van de actieve veiligheid, maar verbetert zelfs de prestaties. Jawel, die 6-cilinder motor in zo'n 335i GT is zo krachtig dat hij met 2-wielaandrijving niet alles op het wegdek krijgt en met 4-wielaandrijving de standaard sprint dus 0,2 seconden sneller wordt. Maar toch is dat niet hetgeen wat de meeste indruk maakt aan deze auto, want dat is de verdere uitvoering. Anderhalf kantje A4 in Calibri, 11 punten, met natuurlijk alle usual suspects. Het panoramadak, de head-up display, maar ook een heel aantal heel goed en heel mooi gekozen details. Die laat ik je graag nog even gaan zien. We zagen de afgelopen tijd al een paar keer vaker een 3-serie in de Sportline uitvoering met die carrosseriekleur Melbourne rood. En ik word daar zo ontzettend blij van, omdat de detaillering binnen en buiten zo vreselijk fijn, een soort van contra op elkaar aansluit. Onderdeel van de Sportline uitvoering zijn bijvoorbeeld diverse hoogglanszwarte details aan de buitenzijde. En onderdeel van diezelfde uitvoering is default, oftewel wanneer je niks anders aanvinkt, een aantal rode details aan de binnenzijde. Zoals bijvoorbeeld hier de accentlijst op de interieursierlijst, maar ook de rode stikseltjes in de bekleding op diverse plaatsen. De rode bies hier in de bekleding van de rugleuning en zelfs op de afstandsbedieningssleutel komt dat rode biesje terug. En dat is echt niet vanwege de gekozen carrosseriekleur, maar puur vanwege die gekozen uitvoering en de heel slim in samenhang daarmee gekozen carrosseriekleur. Maar dat gaat bij deze auto nog een stukje verder. Want in de categorie BMW's configureren voor gevorderden werd er vervolgens voor gekozen om de optionele interieursierlijst in hoogglans zwart te bestellen, net als wat als onderdeel van de uitvoering aan de buitenkant al te zien was. En de optionele hemelbekleding in het zwart, waardoor het hele interieur, afgezien van die paar rode details, heel mooi en geel is geworden. En daarmee is het lijstje nog lang niet af, want er is Harman Kardon audio, we hebben de elektrisch inklapbare spiegels, de rijbaanassistent en zelfs gekkigheid als de stuurwielverwarming is net als verwarming van de achterbank geselecteerd. Wijs ik je tot slot nog even op een heel functioneel detail van deze uitermate multifunctionele auto. En dat is de elektrisch uitklapbare trekhaak die samen met de affabriek achteruitrijcamera present is, waardoor je ook de beschikking krijgt over trekhaakzoom voor het supergemakkelijk aankoppelen en natuurlijk met die beersterke 6-cilinder en 4-wielaandrijving meeslepen van je grote zware aanhanger of caravan. En daarmee zijn we ook gelijk aan het einde van deze 31ste nieuw binnenvlog van dit jaar. Ik ga het komende weekend nog eens even heel goed nadenken welke van deze 6 cilinders we volgende week meenemen in de rijplezierreview. Wil je niks van onze video's missen? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal, volg ons op Facebook of nog veel beter, schrijf je in via onze website op de nieuwsbrief. En dan zie ik je de volgende keer. Tot dan!